kans op, nou ja, wel een kleine kans op UEFA Cup voetbal. Goed, dus RKC. FC Twente, dat is nog altijd een moeilijk verhaal. Vorig jaar nog winnaar van de Nationale Voetbalbeker. En dit jaar gaat het gewoon heel slecht. En het zal toch niet zo zijn, denken ze in Enschede, dat we straks in Cambuur en Zwolle moeten gaan voetballen om volgend jaar weer in de Eredivisie te zitten. De opstellingen, Jack. Sinou is nog altijd de vervanger van Van Dijk bij RKC onder de lat. Achterin Lamy, Govedadica, Van den Berg en De Graaf. Middenveld met Van Diemen, Petrovic, Fuchs en Molhoek. Twee aanvallers, Jansen en Cornelissen. Dan Twente. Daar is Rakama, de vervanger van de geschorste Bosker. De Vindus daar onder de lat. Verder El Brassi, Grujic, Pothuizen en Heubach. Op het middenveld Cairo, Van de Doelen, Van de Leegte en Van de Laan. Voorin twee spitsen, te weten Van de Paar en De Gier. Hoeveel mensen in Waalwijk? Ongeveer 6500. De scheidsrechter, de heer Luijngen, de commentator, Eddie Poelman. Het is RKC dat heeft afgetrapt voor deze wedstrijd die ooit in het verleden trouwens is eindigde met nu Petrovic en Lamy aan de bal. Ooit in het verleden is eindigde in 6-6. De overname door FC Twente via Van der Paar hier. De eerste vrije schoppen en aandacht voor de man in het doel van FC Twente. De 20-jarige Finse jeugdinternational Mikko Rakama. Hij vervangt Sander Bosker die er vorige week tegen FC Groningen zoals bekend werd afgestuurd. Heubach. Van der Paar. Maakt het zich wel heel moeilijk. Maar krijgt hulp van de scheidsrechter dankzij een overtreding door Molhoek. Al ingespeeld richting De Gier, die verlengt. En Van der Paar kan scoren omdat Lamy zijn werk verre van adequaat doet. Dat is binnen twee minuten een treffer voor FC Twente. Geschonken mede door Lamy namens RKC. En Van der Paar zet zijn handtekening eronder. Heubach, Van der Laan. Van der Laan verliest de bal aan Lamy. Het eerste schot van Waalwijkse kant komt van Fuchs. Petrovic. En overtreding door Tommy van der Leegte. Van der Leegte, die hiervoor de gele kaart krijgt voorgehouden. En dat is een schorsing voor de aanvoerder van FC Twente in zijn 150ste eredivisiewedstrijd. Waarvan hij trouwens meer dan de helft hier voor RKC uitkwam. Patrick Pothuizen. Bijna een half uur is de wedstrijd oud. En hier is Cairo. Die de bal voor krijgt, maar Van der Laan kan er net niet mee. Als FC Twente iets wil, zo zegt het beeld van de wedstrijd, moet het snel handelen. Voor RKC tot inkeer komt. Deze paas van Heubach was slecht. Maar dan is hier Pothuizen die het nog probeert. RKC worstelt nog steeds met zichzelf. Nu geen communicatie tussen Jansen en Petrovic. Niet afgestraft door FC Twente. En dan kan Petrovic pasen en is het wel gevaarlijk. Maar Rakama doet in ieder geval goed mee. Jansen, goed gedaan, Petrovic, maar wie is er in het centrum? Niemand dus. Dit is geen buitenspel van Van Diemen, maar dan nog is het niet gevaarlijk tot de Twentse defensie de kans laat aan Cornelissen. De voorzet die in principe makkelijk te verwerken was, maar dat gebeurt niet door de Twentse defensie. En dan is Cornelissen er als de bekende kippen bij. Lamy. En Van der Doelen contra Van Diemen. Dat betekent de derde gele kaart voor een speler van FC Twente. En bovendien na Van der Leegte de tweede die FC Twente een schorsing voor de volgende wedstrijd oplevert. Heubach en het hoofd van Van der Berg. Aansluiting door Van der Doelen die zelf maar doorgaat en daarmee vrij kansrijk wordt. Daar heeft Sinou twee perioden voor nodig om die bal te keren. Van den Berg.
ingreep was van Van der Laan. Hier is de Gier met de opening op Van der Paar. En Van der Paar is helemaal vrij voor Sinou. Als Twente iets wil, moet dit soort kansen natuurlijk niet gemist worden. Zoals deze van Kurt van der Paar. El Brazi. Goed schot Pothuizen, maar ook een goede reactie van Sinou. El Brazi in de richting van Van der Laan. Die legt hem goed neer en Van der Paar haalt uit. Vervaarlijk. Houwing corrigeert zijn balverlies door het veroorzaken van een vrije schop. En dan reageert Petrovic. Dat is niet slim. Het is geel voor Houwing. En rood voor Petrovic. Maar inderdaad was er de eerste overtreding van Houwing. Natuurlijk, maar zie dan wat Petrovic doet. Dat mag niet. En de oude Petro had beter moeten weten. Maar schrikt waarschijnlijk zelf het meest van de straf. Dit is dus temperament. Kwartier moet RKC met een man minder. RKC mag wel beginnen met een vrije schop. Veroorzaakt door El Brazi in de rug van Putter. En de bal wordt gescoord door Van Diemen. Die dat schitterend doet. De bal in de hoek krult. Patrick Pothuizen is voor de laatste 10 minuten tot gelegenheidsspits gebombardeerd bij FC Twente. De vraag is of hij gevonden wordt. Dat lukt nu Kurt van der Paar niet. En als Van der Paar te laat op de been is tegen Van Manrooy, is het een zeer kansrijke situatie. Jansen kan uitbreken, kan de wedstrijd beslissen en doet dat ook. Het is 7 minuten voor tijd. 3-1 voor de ploeg die met 10 speelt. Van Manrooy bleef heel goed kijken, paaste op het juiste moment, zodat het net geen buitenspel was voor Jochen Jansen. En FC Twente lijkt eraan. Het is nog maar een minuut of 3. Cairo nog voor Twente, dat op zoek is naar een Houdini-act om hier nog wat weg te halen. Houwing haalt hier nog een hoekschop uit. En dan ontstaat er plotseling, als Sinou de bal vasthoudt, een opeenhoping van spelers waar Pothuizen namens FC Twente de belangrijkste en eerste duit in het zakje deed. En weggehouden wordt door Govedarica. En naar aanleiding van deze aanval op Sinou mag Pothuizen vertrekken. Dat heeft Patrick Pothuizen zichzelf en FC Twente hoogstpersoonlijk aangedaan. Het loopt af met 3-1. En FC Twente kreeg vroeg een steuntje in de rug. De treffer van Van der Paar en als daarna onder andere Van der Paar beter met de kansen was omgegaan, had het anders kunnen lopen. Maar in Waalwijk gaat de afgrond voor FC Twente weer wat verder open door een nederlaag en een bergschorsingen in aantocht na deze wedstrijd.